De waterkant van Domburg heeft met de bouw van een nieuwe dijk en verfraaiing van het gebied een complete transformatie ondergaan. De facelift was dringend noodzakelijk, aangezien de bewoners van de omgeving jarenlang last hadden van wateroverlast. Op zondag 22 september heeft onder grote publieke belangstelling de heropening plaatsgevonden. Deze, het plekje Domburg heeft een ware metamorfose ondergaan. Wat is de noodzaak eigenlijk daarvan, deze? U geeft het zelf aan. We leven anno 2019 en de regering onder leiding van deze president heeft toentertijd vanaf 2015 stappen ondernomen met zeker de overige actoren, het ministerie van OETNC, Kuldip Singh Infra en overige actoren om een facelift, een hele metamorfose te doen geschieden aan de waterkant van Domburg. Als wij nagaan hoe het toentertijd uitzag en welke problemen de mensen van hier te kampen hadden met betrekking tot wateroverlast, maar door middel van de damwand is dat nu tot het verleden gaan behoren. We zijn de regering heel erg erkentelijk dat vandaag de heringebruikname van waterkant Domburg mocht geschieden. Er is aardig wat gebeurd. De damwand is geplaatst. Het terrein is ook aangepakt. U sprak ook over toeristen. Hoe moet ik dat plaatsen? Ik mag u aangeven met betrekking tot de toeristen. We willen de toeristen, maar niet alleen buitenlanders. Ook wij als Suriname. Wij zelf. We mogen onszelf ook ambassadeurs noemen qua toerisme. En dat moeten we zelf in de hand werken om ons plekje zodanig te verfraaien dat het toch wel een aantrekpleister is voor ieder om hier aanwezig te zijn. Waarom toerisme? Als we kijken naar heden ten dagen zijn er een aantal plekken. Wanica heeft niet zoals overige districten een recreatie. Dit is een der recreatieorden, recreatieplekken waar de toeristen zich kunnen vertieren. Hoe? Onder andere de traditionele voeding die hier ten verkoop wordt aangeboden, maar ook voor een stukje rust. Meestal komen hier echt wel geliefde paren om toch wel hier hun rust te vinden, lekker hier te komen vertieren. We hebben de zeilboten die elk weekend toch wel op en afvaren, de boten en de scootershows die ten voor bekijks is. Wij hebben min of meer toch wel wat recreativiteit hier binnen het resort. Vandaar dat ik heb aangehaald het bevorderen van onze toerisme. Maar DC, terwijl we kijken naar Domburg, mooie plek. Het is een trekpleister voor heel wat toeristen. Maar de weg er naartoe, DC, dat is niet zo mooi. Dat klopt en vandaar dat ik ook namens de burgers van Domburg het verzoek heb gedaan naar het ministerie van OETNC om ook toch wel te kijken hoe wij deze weg kunnen aanpakken. En ik ben heel erg blij dat de minister gehoor heeft gegeven om dit mee te nemen en gezamenlijk zullen wij kijken. Gezamenlijk nogmaals zullen wij kijken hoe wij invulling hieraan zullen geven. Meneer Fungaloy, u de getuige tijdens voor heropening voor waterkant Domburg. Van Justre Venator dat hij? Mijn vering was geweldig, Sani. Omdat door het wegvallen voor een waterkant, ja, een belangrijke speler voor apparatie, ik bedoel van Domburg, dan voor Sani stort in elkaar. Ja, voor Sani go achteruit. Ontwikkeling, toerisme, werkgelegenheid. Omdat wat en ook een andere heel bijzonder Sani sang vinden plaats toe. Door een wegvallen voor een waterkant, ja, naar een steiger.
dat we een productieplantage mekaar in Etowalisi. Larwijk, dat die bedreigen leeg te lopen. Want alle die oude vandaag, daar die ziekjes maar. De man staat bijvoorbeeld die producten waren ze afhankelijk voor als stijgers uit dit jaar. En vooral de kinderen, die tien hebben voor ontwikkelde streven. Want u moet goed nagaan. Die tien hebben voor ontwikkeling gaan naar scoren. Dat vroeg een man ding, die op. Vanaf 5 uur gaan ze naar middelbare school. Zij is man op sabi. Dat de stap in een verboot alleen eco enzovoort. Dat de afferman door het jaar. Dat ik moet stel je eens voor, stijger nog de. Ben een man moest pot de tien. Maar voor ons maar ouders maar vader, brok op de foto. Ja, trouwens afgekruipen naar een billen gehandicapten, waren verplicht te verhuizen naar de stad. Eh? Waardoor een productie daarbij, go achteruit door een wegvallen voor een waterkant. Ja, zo, dan is het belangrijk zijn die als steiger. Nou, de overheid met een steiger, een betonnen steiger, ook de dam is gebouwd. Ook toen een heer waterkant kiezen van facelift. Je verwacht dat morgen maar ook op bezoek aan gebied? Morgen, nou ontwikkeling of in de plaats. Morgen, want luister, onbekend, de man in de bakkerij dat hij onbekend mag onbemind. Maar nou een bekendheid komt, alle die vreemdelingen, dit man zei, kon de man zien. U ook. Hij dacht, hé, wat zijn die dit jaar? Ik kan vinden, als je een ondernemer of wat dan ook, dat ik een jaar ontwikkeling kon naar Kondre. En als ontwikkeling kon, dan werkgelegenheid kon. Als wij allemaal dat besef hebben, dat kan Kondre naar jou een bepaald ook toe. In Kondre, ja, dat je begint naar een historie dat die. Er zijn twee concrete zaken die zijn gevraagd. Awaam denk ik om begin naar een makkelijk wang. Wat tenti of 2 tenti of 3 tenti. Maar er zat toe. Gideng. De oorlog mannen en de Europa. Die hun krachten iets hebben gegeven aan land en volk. En die ook natuurlijk het respect en eerbied moeten krijgen van ons als jongere generatie. En we zorgen ervoor dat ook andere zaken in de toekomst die moeten oprijzen hier, dat zeker zullen plaatsvinden. Ik doe wel een beroep op de autoriteiten om ervoor te zorgen, want ik zat me hier, dat de man loopt door Rizja, dat papies. Apisja, ik ga vragen om dat zo min mogelijk te laten gebeuren. Eigenlijk mag het niet gebeuren. Zo min mogelijk auto's moeten binnenkomen, maar ook je hebt de pep de brom. De man loopt weer race, ja. Het is gevaarlijk. Hou rekening met jezelf en zorg ervoor dat je rekening houdt met je medemens. Want u bent niet alleen hier. Er zijn ook andere mensen die deelnemen aan deze locatie.